Het is vandaag vrijdag. Vrijdag? Ja, we zijn in Sofia. Op een vrijdag. Op een vrijdagmiddag. Middag. Einde van de middag. Het is 4:10. Want we gaan vloggen. Ja. Dus we gaan naar de OK. Zo meteen. Dan gaan we achter het scherm mogen kijken. Ze krijgen ook zo'n nieuw pakje aan. Zo. Ja, ik ben wel echt benieuwd naar. Ja. En we zijn even met 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, ja, 2, 3, en dan 3, hebben we 6. Die zijn allemaal nieuw, Margot is nieuw. Loepna is nieuw, die is voor mij ook nog nooit mee geweest. Dat was het. Ik zal eerst even uitleggen hoe alles werkt. Hoe het dat je hem zo moet houden en niet zo. En dan gaan we hebben. Kijk, we allemaal lekker eten en drinken. Annelies is even naar de. Eten hebben we niet meer. We hebben paaseitjes. Ja, in januari. Nee? Ja, ja januari. Ik ga even laten zien wie dat is. Kijk, we hebben Lisette. Hallo. Nog niet gezien. Kijk, we hebben Shane daar. Kijk, de winnaar van Sofia Got Stars zit daar. De drummer met zijn vader. Ja, dat is Shane. Hallo Shane. Maar die ken je kennen ons wel. We hebben Jasmijn. Hallo. Hi. We hebben Loepna. Hallo. We hebben Margo. Hallo. Oh, dat rijmt. Hallo. We hebben Annelies. Die is er altijd bij. We hebben Mabel en Kim. Hallo. Ook altijd erbij. Ook altijd erbij. Hoi dan. Top dat je er weer kijkt. Ik Kim, Sophia Vlog. Ik ben Piet, de Peet. Hoi. Nou, dat was de opening van Kim. Is dat opnemen? Ja. Hoi, ik ben Shane. We zijn vandaag in het Sofia Kinderziekenhuis en we gaan zo naar de OK. Ja, dat gaan wij zo zeker doen. En hangt hier dat zo'n ziekenhuis ligt? Ja. Wat stinkt hier dat zo? Ja. Ik voel me net weer zo'n reisleider. Kom maar. Nou, voor mij. Oh nee, de lift is er nog niet. Ik moet in die lens kijken, doe ik niet. Ga er maar in. Ik blijf ervoor staan zodat hij niet er vandoor gaat, stop met jullie. Ja? Je lift stinkt. Ja, inderdaad. We gaan allemaal even naar de spiegel kijken. Oh, we gaan allemaal naar de spiegel kijken. Nee, ik druk tegelijk even op 3. Hoe lang nog? Lekker bekken. Oh. Nee. Doe het naar mijn gezicht. Nou, even. Wat is er met mijn gezicht? Nog één keer. Hallo. Is iedereen uit de lift? Deur is groot, dus we mogen er nog niet in. Mogen we nog niet in, hè? Nee. Weet je waarom dat is? Ik denk het wel, omdat die deur open is. Hey. Hak eens even goed, hè? Kom maar. Ja. Hoi. Hey, Alex. Hallo, Alex. Hallo. Hoi. Oh, hallo, ik Alex. Ik vlog met deze hand. Hallo, Alex. Hoi, Alex. Thomas. Hallo. Thomas. Hoi, Alex. Hoi, Alex. Kijk. Hoi. Alex. Hier wachten ze dus. Ze gaat, hij gaat even een muts voor ons halen. We mochten nog kiezen. Ja, maar je pakt. Dus we kregen een heel leuk blauw pakje aan. En dat gaan we meteen wel even vloggen natuurlijk, als we die pakjes aandoen. Dat is ja, dat moet je wel op beeld hebben. Ja, dat was dus kamer 2. Kamer 2. En we gaan naar kamer 7 nou. Heeft hij voor ons gereserveerd. Dus we gaan eens even kijken dan. Nou, wat charmant Annelies. Fashion. En nog een muts dat ik naar vader voor. Nou, je kan piratenmuts van maken. Oh. Ja, helpt altijd. Oh, jullie hebben dit vaker gedaan, Alex. Oh, wauw, ja. Kijk, zo'n muts. Of gewoon een die ik altijd op heb. Zo, dat mag ik niet. Je zat daar met de drank in. Ja, ja. Oh. Oh. Ja, ik vlog wel. Ik heb een campagne. Oh my god. Joehoe. Ja, ik heb ook een kool. Mag ze gewoon. En dan kamer 2. Ik heb schoenen uit. Ben je toch even je schoenen aan doen? Dat is wel zo ding. Sorry. Dit is. Ja, gewoon. Nou, kijk hoe je. Nou, joehoe, hè. Ja,
eigenlijk kan ik kiezen voor de roze en de blauwe. En de auto's hebben aanbod voor deze mensen. Oh ja, ook nog. Ik ben helemaal rut vergeten, die krijg ik ook nog. Met 8 in de ja, dit is even leuk, hè? Je hebt een vacature, dus als je. Ik ga solliciteren hier. Ja, je kan zo. Thomas, mag ik best even sloffen aandoen? Oh, ja. Is Thomas even voeren voor jullie? Ja, maar hoe doen we dat? Gewoon erin. Ja, erin. Eerst je hak, dan naar achteren, naar voren. Ja, nu naar achter drijven. Ja. Oh. Kom maar. Kijk nou. Kom maar, harder, harder, harder. Voor jezelf. Nu heb ik echt een heel groot hoofd. Ja, maar dat lijkt zo. Laten we door de deur. Geen foto, ik vind die mogelijk. Kom maar. Oh, wat raar. Oh. Wat raar zo. Dit operatiekamercomplex van het Sophia Kinderziekenhuis heeft 10 operatiekamers. En hier hebben we kamer 1, 2, 3 en 4. Die liggen aan deze kant van het gebouw. Waarbij we kamer 1 voornamelijk gebruiken voor de baby's die geboren worden. Dus voor de keizersnees. Kamer 2 gebruiken mensen voor de kinderen die lastige luchtweg hebben, omdat het heel dicht bij de deur is voor spoedinterventie. En 3 en 4 zijn gewone operatiekamers. En ik heb de grootste kamer heb ik even gereserveerd, ik ga hem zo graag, dat is kamer 7. Thomas loopt hartstikke goed. Ik ben hier zo bekend. Nee, ik weet echt niet hier. Hier zo, dat kan ik wel even laten hebben, wat opslag van chirurgische spulletjes. Microscopen, kom maar kijken. Ben je met mij filmen? Oh. De meeste kennen jullie wel van school, hè, microscoop. Wij, nou, doei. Nou, jongens, wij blijven hier. Nee! Oh, ja. Ja, kom binnen. Binnen. Oh, Tamara, als je kijkt. Kijk eens, echt wat voor jou dit. Nou, hier hebben we dan de andere kamers, hè. 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oh, ja. Het zijn er ook veel, trouwens. Ja, hè. Ja, er zijn echt 10. 10. Dit is nummer 7. Operatiekamer nummer 7. Wees even allemaal naar binnen voordat die deur dicht kan. En dat we... Kijk, daar hebben we Johanna van de anesthesie, die heeft dienst vanavond. Hallo. Hallo. We hebben even rondleiding, Johanna. Nou, dit is een voorbereidingskamer. Hier mogen de kinderen met de auto's altijd even wachten tot ze daar verder naar binnen mogen. Wij kunnen heel even over ze hebben van tevoren. Een topprocedure noemen we dat. Neem de laatste stappen nog even door met z'n allen. Oh, dat is hij donker. Maar dat ligt vanzelf uit. Ja. Zo. Dit is raar. Nou, ze hebben het nog niet schoongemaakt, dus dat is wel beloofd. Dit is echt heel raar aan te zien. Je mag verder. Het ruikt ook gewoon naar een slaapmiddel. Ja, klopt, het ruikt naar een slaapmiddel. Dat ruikt je goed. En dat proef je ook nog. Proef je in je mond, hè? Ja. Dit is een beademingsapparaat. En met dit beademingsapparaat kunnen we een heleboel dingen doen. Hè? Dus dan nemen we de beademing zeg maar, van jullie, van de kinderen over. Dit is het slaapmiddel. Dat zit hierin. Dat ruik je heel erg. En heel belangrijk, dit is om de patiënt warm te houden. Dus dit zetten we aan. Dan wordt dit warm en dan heb je het lekker warm. Dan kool je niet af. En dan hebben ze ook nog een blower. Die zit daar achter. Nou, voedingsanalyse. Zo. Is het lekker of niet? Heerlijk. Lekker. Ik voel me echt in zo'n slaapkamer. Ja? Oh, ja. Ja. Een wellness. Dat is gewoon lekker warm. En soms als je het heel koud hebt, dan zit het gewoon lekker zo. Nou, ze zijn heel leuk. Zo ja. Heel fijn. Nou, ik moet er gewoon in laten werken. We hebben hier natuurlijk de infusie. Dus dat is vervelende naald wat jullie hier in je hand hebben, of in je arm, of in je nek, of in je been, of in je lies. En hier kunnen ze ook meekijken. Ja, dat gaat via deze monitor. Of deze toren. Dat is voor onze laparoscopische instrumenten. En dan kunnen ze dus met buisjes in de patiënt, camera in de patiënt. En dan kunnen we die monitor, we kunnen overal meekijken. Dus als de operateur staat te opereren, dan kan hij recht voor zich kijken gewoon op het scherm wat er gebeurt. Maar ja, hij kan niet in die patiënt kijken, want er zitten een paar buisjes in de patiënt. Hier zijn nog alle 100.000 soorten hechtingen. Van heel dik tot heel dun, tot oplosbaar, tot niet oplosbaar. Handschoenen. Oh ja. En wat is dat allemaal? Mesjes, waar ze dus je... Mee, lekker, zo, ja. Het roze spul is voor je borst. Echt als je... Oh. Ja, ik vind het wel echt heel bijzonder om ze allemaal te zien hoor, zo hier. Zo
achter het scherm bij de OK. Normaal gesproken doen ze dit natuurlijk wel een beetje netter uitpakken. Zet er bijvoorbeeld een kommetje in. Allerlei soorten klemmetjes. Oh, dit is voor je mond toch? Ja. Een mondje. Je kan een weefsel te knippen. Dat kan ik zo. Dat dacht ik ook. Gewoon, ja. Hier van binnen. Als je nou klaar bent hè, met de operatie, ja. Wat doe je dan met het spul? Gooi je het allemaal zomaar weg? Nee, dat gaat terug hierin, in het netje. En dan gaat het naar de centrale sterilisatieafdeling. En dan wordt het dan voor ons gewassen en opnieuw ingepakt. En voorzien van een prijs. Dank je voor dat. Oh, ja, het staat me goed. Nou, dankjewel. Ik wil dit morgen eigenlijk ook aan. Zo thuis. Ik wil dit gewoon elke dag gaan. Ja, dit is goed hè. Dit is wel wordt cool, dit een hè, nieuwe vrijwilligerskleding? Ja. Dit is een doktersjas. Een striele. En die doe ik op een speciale manier aan. Dus die krijgt de striele van de zuster aangereikt. En die doe je dan zo aan. Zo, en hier zit tussen je mouwen in, hè? Dus dan steek je handen erin. Ja. Dus, kan nou iemand opereren zo. Ja. Ja, Thomas kan wel even nog wat aan geven. Oh. De camera is gereed. Ja. Dan doe je dit over je neus, dat er ijs erin is, en dan doe je induwen. Ja? Ja. Dan pak je boven stoutjes. Ja. Over je achterlangs je oren naar boven. Ja. Naar achter. Niet te strak. Nee. Hoe knoop je dat zo snel? Ja, die heb ik eerder gedaan. Ja. 20 ja. jaar ook. Ja. Ja, dan doe ik altijd even mijn vingers er tussen. Klaar ik er nog even in. Nou, maar op. Nou snap je wel waarom het hier 18 graden... Ik krijg warm, hè? Ik snap het helemaal. Ja. Dan hebben jullie eigen kleren nog onder, hè? Dat heb ik niet. Thomas! Ja, als je me niet meer herkent. Ja, dokter Thomas! Oh, ik heb maar 2 in 1. Hè? Oh, ja! 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 Oh, wat hoe is het aan de beurt? Nee, het is toch niet lekker? Ja. Ik vind het wel leuk. Er mogen hier maximaal 12 mensen op een operatiekamer, inclusief de patiënt. Maar heel vaak is het hier zo aan deze kant bij de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker. En aan de chirurgiekant, dus hier zo, de chirurg en 2 assistenten. Heel vaak komt er nog een arts in opleiding meedoen bij de anesthesie ook. En dan hebben we altijd nog de patiënt. Ja, maar dat blijft lekker schoon zo, met die handschoentjes aan. Ja. Hij wordt niet vettig, hij wordt niet vies. Ik doe helemaal naar aan, die handschoenen. Ja, lijkt wel echt heel erg. Dokter. Wij zijn er klaar voor. Nou, jullie hebben weekend lekker. Ja. Nee, ik wil wel maandag beginnen. En hier krijg je dit al. Oké. Waar zit dat lusje? Hoe doen we dit? Gewoon kapot trekken. Lukt het? Oh. Hier is nog een groot gat in. Misschien iets makkelijker. Ja. Ik heb het hoor. Kom maar, blijf straks. Maar ik krijg hier nog kapot van. Ik weet niet te waar voor dat ik er aan val. Wat is de meest langste operatie die je hebt meegemaakt? Wat ik heb meegemaakt? Ja? 17 uur. Oh my god. 17 uur? Ja. Wow. Maar dat was niet hier. Dat was in een andere kaars. Nou, dit is mijn kantoor dan, hè? Hier zie ik het. Oh ja. Kantoor. Kom maar. Belangrijkste deel. Je wil er op mijn stoel zitten. Oh, ballon maken. Ja! Dus, stik maar de OK, slaap. Zo. Kijk. Dat is wel lachen, toch? Souvenir. Die muts die hou ik. Oh. De mogen. Ik vond dat wel echt heel leuk. Ik vond heel interessant om het zo te zien. We zijn weer terug in de studio en Shane heeft genoeg voor zijn spreekbeurt in ieder geval. Ja. Kijk eens, kapjes, laag, het was superleuk.
Het was echt heel leuk. Het was de allerleukste. Nou jongens. Ja, wij gaan even wat eten. Water, drinken. En dan, dat was de vlog weer. Doei.